Ja, jullie herkennen hem wel. Ja, dat is die, die geitenlach van die gozer uit Zweden. Ja, de BNB-liefhebbers. Ja, vrienden, we moeten toch eventjes even kort, nog heel kort, nog even doornemen. Ja, wat we allemaal weer gezien hebben aan gekkigheid. Ja, vooral die gozer in Zweden. Maar wat denk je van die in de Ardennen, zegt die leent het. Goeie god, dat is me allemaal ongemakkelijk, zeg. Ha, zelfs een beetje, het is een beetje creepy. Dat is het, ja. Het is een beetje, ik heb daar een heel vervelend en eng gevoel over. Je zou die vrouw, die Latino-dame, die zou je weg willen halen. En zeggen van, hier, ga weg, ga naar je moeder. Ja, een beetje een enge man. Ja, oh, ja. En dan hebben we natuurlijk nog die Petri. Ja, die Zeurkous. Oh. Die stond natuurlijk vroeger een keertje bij de afslag. En toen mocht ze kiezen uit een beetje vervelend en niet te harde. En toen heeft ze deze niet te harde gekozen. Oh, en daar zit ze nu nog mee. Oh, dat is even. En die gozer die daar zit, die is helemaal geschift. Die vindt het gewoon lekker volgens mij om de hele dag een beetje afgezeken en beledigd te worden. Dus ja, die moet gewoon snel lid worden van een SM-club of zoiets. Ja, en dan hebben we onze Walter nog natuurlijk. Hè. Ja, onze Jomanda van de... Die moet gewoon naar Teugen gaan. Ja, daar hebben ze zo'n zweefclub. Zweefvliegen, ja, Teugen, ja, daar moet hij naartoe. Ja, kan hij de hele dag, kan hij zweven. En, heel knap, van Jomanda, die Walter. Hij heeft twee vrouwen gewoon met stoom uit de oren, maar gewoon ongelooflijk kwaad, heeft hij zien vertrekken. Nou, dat is ook knap, als je dat kan, hoor. Dat kan hij ook afvinken. Dat is wel een kwaliteit, hoor, dat je dat kan. Ja, maar, vrienden, het draait natuurlijk allemaal om Debbie. Ja, met Debbie, want daar hebben we natuurlijk Hobbelpaard, onze Paul. En ja, wij hopen allemaal dat dat zoiets gaat worden als met, weten we het nog, met Maud. Dat zagen we ook niet zitten en dat zou eigenlijk ook niks worden in het begin. Maud met de Evert, weet je wel, met Koetjeboe. Toen in de Boerzoekvrouw. En dat eigenlijk willen we dat ook zo gaat eindigen. Maar ineens is daar ene Harry. Het is daar een Harry. Die komt daar ineens op het toneel. En nou is die Debbie, die dreigt een beetje te kwispel starten over Harry. En ik denk alleen maar, godsamme kraken. Niks Harry. Niks Harry. Nee. Oh, het moet Hobbelpaard worden, Debbie. Debbie, ik waarschuw je, hoor. Ja, en ik weet zeker dat je kijkt. Ik waarschuw je, Hobbelpaard.